Jongens, welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Deze schitterende morgen waarop Tom en ik verkassen richting Zweden. Na Zweden. In Zweden. Ja. To Zweden. And beyond! Maar we stoppen eerst een nachtje in Denemarken, want we gaan echt een roadtrip van maken. Maar goed, dat zie je al lang in de vlog, want dat komt elke dag online. Nee, is ook zo. Maar ja, we wouden eigenlijk misschien nog wel een beetje de Hot Coffee Show ook op Dreamhack doen. Maar... Ja, maar dat redden we niet, nee, dus... want dan, we zijn dus onderweg dan. Nee, ja, jammer. Ja, dus we doen het hier. Maar ongelooflijk bedankt voor de reacties. Was weer een heleboel toffe respons. Ja. Op onze vorige Hot Coffee Show. We willen even op Daan de Gamer reageren. Die dropt namelijk al 2 maanden lang de stelling Apple TV gaat gaming overnemen. Die hebben wij nog niet behandeld omdat we niet weten hoe. Nee. Daan, leg ons even uit hoe jij dat in godsnaam ziet. Misschien met een paar apps of zo, maar niet zeg maar onze wereld van games. Oh, Fallout 4 op mijn Apple TV. Ja. Hè? Nee, op die manier niet. Dus leg dat even uit. Misschien komen we er dan wel op terug. Maar waarschijnlijk niet. We gaan naar de stelling van deze week. Oh, sorry Daan. Leuk gereageerd jongens. En Daan, blijf proberen. Misschien dat we ooit op een manier komen dat Apple TV het wel gaat worden. Er waren ook mensen die zeiden, ja, maar het bestaat al lang. Want je hebt toch episodic content als Over het kopen van games in delen. Op YouTube kwam ook de respons binnen van Wesley. En die vond ik ook wel sterk. Ja, Wii U doet het al heel lang met Wii U Sports. Ja, dan moet je elke sport loskopen. Hmm. Op zich een goed punt. Maar ja, het was meer het kopen van games in delen qua modi natuurlijk. Ja. En volgens mij hadden de meeste mensen, ja, er zitten wel voordelen aan, maar nee, doe maar niet. Iedereen was heel erg genuanceerd. Maar we hebben een nieuwe week en een nieuwe stelling en die is van de Vlaamse bezoeker. Mattioza die zegt namelijk, er zijn te veel game YouTube kanalen. Daardoor hebben de pareltjes het moeilijk om door al die prut te shinen. Zo grappig dat je als Brabander heel slecht Vlaams kan. Ja, ik moet... Mijn vriendin weet dit. Ik moet heel erg... Mijn accenten moeten op gang komen. Ze zijn heel slecht. En dan als ik even een beetje on the go, dan worden ze zeg maar beter. Dus als de stelling veel langer was geweest, dan had je gezien dat aan het eind van die stelling... Was je getransformeerd in een heuze Gert. Ja. In een heuze mega Mindy. Mega Mindy. Ja. Kijk op mijn nichtjes, hè. Maar dus niet dat je zelf dat ik zelf daar op Blu-ray heb. Eigenlijk de pak thuis liggen. Soms doet het aan, zeg ik Peek, niet meer. Maar is het Mega Man suit? Nee, is Mega Mindy. Dat is Mega Mindy. Dit is een leuke stelling, maar het gaat natuurlijk Mattioza over ons. Dat is natuurlijk waarom het leuk is. Nou ja, dat zou ook wel leuk zijn als hij dan de volgende week reageert met... Nou ja, eigenlijk had ik het niet over jullie. Ik wou gewoon dat jullie stakkers erover gaan praten. Nee, want als het aankomt op YouTube, dan zitten wij in een heel moeilijk bestek. Zoals ze dat ons noemen. Onmogelijk. Ja, het is... Between a rock and a hard place. Het is... Daar gaat de remix van komen. Oh, dat kan de Friends. Nee, want dat doen alleen maar YouTube-bezoekers. Oh, ja. Die hebben we niet. Nee, maar het ding is, als Gamersnet op YouTube, dat loopt echt voor geen ene kak. Want we maken unieke content, maar YouTube wil ons ook niet. Maar dat is een ander verhaal. Waarom wij gehaat worden op YouTube, dat is iets anders. Dit gaat meer over, denk ik, het feit dat echt iedereen een YouTuber wil zijn tegenwoordig. Ja. Iedereen wil een game-YouTuber worden en dan de nieuwe Enzo Knol die dan Minecraft speelt of de nieuwe PewDiePie die een beetje gaat schreeuwen naar camera's als er een keer iets engs in beeld. Gumbrows is dat is, yay. Ja. Iedereen wil dat grote succes en niemand behaalt dat. Ja, of die ene die per ongeluk viraal gaat, die haalt dat. Maar iedereen wil dat. Iedereen vecht daarom. En daardoor is het aanbod te groot. Dus je kan, als je, stel je voor, hè. Daar hebben wij ook wel last van als wij een video willen maken. Bijvoorbeeld, wij maken een... We maken een sketch of zo over games. Nee, iets heel anders. Oké, dan ga je helemaal naar een andere. We gaan bijvoorbeeld een retrospective... Arkeo weet het ook wel. We gaan een retrospective maken. Oh god. Game. En dan zoeken we bijvoorbeeld retrospective Battlefield. Dan zoeken we beelden van Battlefield 3. Maar hoe moeilijk is het tegenwoordig om beelden te zoeken van Battlefield 3 op YouTube zonder geouwehoer erdoorheen? Ja. Of een camera. Iedereen maakt van die gameplay video's. We worden er helemaal stontziek van. Dat is niet waarom mensen natuurlijk op YouTube naar games gaan kijken. Om research te doen. Nee, maar dat is wel... Dat bedoel ik te zeggen dat er zoveel poep is. Want de meesten zijn helemaal niet leuk. Nee, is heel vaak vervelend. Nou, dat vind ik ook wel eens mooi. Misschien vind ik dan nog wel de leukste YouTube-kanalen. De gasten die het echt niet kunnen. Ja. Die dan echt gewoon een beetje zonder camera, een beetje in zo'n super slechte grijze Microsoft microfoon een beetje lopen te mompelen wat ze aan doen zijn. Oh, this seems interesting. Thanks guys for watching. Hope you liked it.
You know, dus eigenlijk zijn de minst succesvolle, die zijn tegenwoordig het best. Omdat de rest doet het te goed. Ja, nee, ik vind een goede YouTuber kan ook heel, heel fijn zijn. Maar ik moet wel zeggen, de grootste YouTubers vind ik persoonlijk meh. En ook het Nederlandse YouTube-aanbod, meh. Er zitten best wel veel leuke tussen, maar inderdaad, die worden ondergesneeuwd door een grote schreeuwerige partij. Die het dan wel heeft. Maar is het niet zo, Mattioza? Ik weet niet hoe oud jij bent. In! 21! 21! Maar is het niet zo dat jij, dat je gewoon te oud bent... Slim dat je van dat accent afging, want jij kan het ook niet. Nee, maar dat je gewoon te oud bent voor de hele YouTube. Want de Nederlandse YouTubers gemiddelde leeftijd is ongeveer 12. Ja, en daarom is het gros van de YouTube-content in het Nederlands is ook gericht op 12-jarigen. Dus schreeuwen... Dat is echt waar. Dat is letterlijk, voor mij is dat het enige wat 12-jarigen interessant vinden vandaag de dag. Schreeuwen. Je vindt ze mooi. Ja, het maakt niet uit wat er gebeurt. Je kunt alles filmen en je kunt alles van een game laten zien. Maar het maakt eigenlijk niet uit zolang je er maar bij schreeuwt. Ik heb het sleutel tot het YouTube-succes. Ik heb het gevonden. Het is eigenlijk een Games at Gear met Microsoft-producten met Tom. Eureka! Schreeuwen. Zoveel schreeuw ik niet tijdens het behandelen van Microsoft-producten. Maakt niet uit. Maar dat is denk ik het probleem, Matthias. Ik weet niet hoe oud je bent, maar denk ouder dan het YouTube-publiek. Ja, dat is wel het ding. Als je ouder bent dan 16, dan is het moeilijk om tussen de grote YouTubers, de Nederlandse grote YouTubers in ieder geval, een leuk, degelijk kanaal te vinden. Internationaal is dat beter. Dat is ja, maar internationaal is ook bijna niet te concurreren. Want als je bijvoorbeeld die, die toffe muziekjes die ze dan maken. Parodies. Die parodies maken. Die covers, ja. Die hebben zulke high production values. Daar kunnen wij in Nederland niet eens nooit tegen op. Dus internationaal is de concurrentie voor ons gewoon sowieso veel te hoog. Dat kunnen we nooit halen met onze flut troep. We filmen dit met een webcam uit 1992, dus... Hè? Oh, moet je het bandje niet terugkomen? Ja. En in Nederland is het publiek gewoon te jong. Dus dat is eigenlijk de conclusie. Kom lekker de gamers. Het publiek is inderdaad te jong, het gros van het publiek. Maar er zijn wel goede kanalen. Ik ga niks pluggen nou, sorry Rick. Maar er zijn goede kanalen, maar ze worden gewoon ondergesneeuwd. Dat is gewoon 100% gelijk. Maar ik niet, want Rick zit nu in Mindtopia. Dus die gaat naar 15 miljoen. Oh, dus binnen 2 maanden is hij groter dan Gamers.net op YouTube. Dag Rick. Ja, het was leuk je gekend. Nee, maar Rick blijft bij ons. Rick is Gamers.net te laugh. Ik hoop het tenminste. Anders gaat hij ook schreeuwen in Mindtopia. Dan komt hij er ook wel. Dat is waar. Hey jongens, bedankt voor deze leuke stelling. Hele leuke. Hoe lang zijn we al bezig? 7 minuten. Nou, valt mee. Ik had het idee dat we heel inhoudelijk waren over deze stelling. Ja, we staan er ook zo centraal in. Omdat we ook een YouTube-kanaal zijn wat ondergesneeuwd is. Nee, wat gewoon faalt. Worden niet ondergesneeuwd. We doen het gewoon slecht. Zo slecht. Ja. We verdienen het. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot heel snel, volgende week. Maar check deze week gamersnet.nl. Elke dag. Want we gaan nu, over minder dan een uur, vertrekken wij naar Zweden. Voor Dreamhack. En we maken elke dag een vlog van de roadtrip. Maar ook vandaag. En ook komt ook allemaal vette video's. En O'Leary's. Van. O'Leary's? O'Leary's. Ik heb grote verhalen gehoord over O'Leary's. Dat is de kroeg in Jönköping. Jönköping. Nee, het is Jönköping. Waar we Jönköping. We gaan naar Jönköping. Klinkt als een kast van de IKEA. I know, maar het is ook in Zweden. Ja. Oh ja, tuurlijk. Mm. Volvo. Volvo? Knekkenbreuk. Maar goed, dus ga dat volgen op Gamersnet en check ons overal. En laat ook een stelling hierachter over volgende week, want dan zijn we weer terug. En dan behandelen we weer jullie stelling. Gamersnet out.